Kijkers, welkom bij een gloednieuwe uitzending van Een Kijkje In. Mijn naam is Ashna Shangur. Samen met Brian Imambux en Sushma Bieren doen we deze uitzending. Ik sta vandaag hier op de polyafdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. En wij gaan vandaag een uitzending hier doen. We gaan een kijkje innemen op een van de polies. Met wie dat is, vertel ik je zo meteen. Maar ik moet u ook vertellen dat deze uitzending mede mogelijk gemaakt wordt door onze sponsoren. En dat zijn de Winners Enterprise, Smart Connection, GSAF Autopaars, Cake Ferry en RD Graphics en Zijn. Nou, ik zei het al, we gaan een kijkje nemen en dat is op de poli hier van de uroloog. Ze is de eerste vrouwelijke uroloog in Suriname en wist je dat ze ook kan zingen? Ja, ze kan ook zingen. Ze is trouwens een van de top 5 winnaressen geweest van het Open Scholieren Zangcontest die elk jaar in Suriname in Nis plaatsvindt. Nou, we gaan een kijkje innemen op de poli van dokter uroloog Raya Ramdin. Sushma zit inmiddels binnen. Kom, ik neem jullie mee. Nou, dankjewel Ashna voor de aankondiging en zeker ook om te vertellen waar ik vandaag zit. Ik hoop niet dat ik een onderzoek moet krijgen hier zo. Ik heb mezelf gecheckt. Maar dat kan ik niet bepalen. Dat zal de dokter zelf bepalen. Ze is geen neuroloog, zei ze tegen me, maar uroloog. We gaan met Raya Christina Shakita Dewi Ramdin getrouwd pandje praten. Ik heb je hele introductie gegeven. Ik kom van burgemeester om te kijken wat al je namen zijn. Hoe gaat het, Raya? Gaat goed met jou? Goed hoor. En dat is de ambulance, want we zitten in het AZP op jouw poli. Ja, zeker. Dus dan moeten we ook de effecten hebben. Hoop niet dat het een ernstig geval is van de ambulance binnenkomt. Nee, ik hoop het ook niet. Oké. Okay. Nou Raya, bedankt dat je ons hebt ontvangen in je drukke schema, moet ik zeggen. Zonder stroom. Zonder stroom. Oké. Okay. Raya Ramdin, wie is dat? Nou, dan moet ik even nadenken. Nou, ik ben een hele simpele en eenvoudige persoon. Dat vind ik zelf. En ik vind het eigenlijk niet eens leuk om in de spotlight te zijn. Mits je bij de Ghana's op de bühne zit, want dat hebben we ook nagetrokken. Dat je zingt en dat je liefst bij de Ghana's zingt. Ja, dat is een andere kant van Raya. En, maar goed, ik doe... En straks krijg je ook een demo. Toen was het stil, maar we komen met er. Oké, we gaan straks zien. Maar goed, ik doe het graag omdat ik denk dat ik ergens toch een motivatie kan zijn voor jongeren. Oké, je zegt je doet het graag. Eigenlijk spring je gelijk naar waar we willen gaan. Maar wie was Raya als klein meisje? Was ze lief, was ze ondeugend? Wist ze ik al was dat ondeugend, ze, heel erg. Wist ze al dat ze in mensen hun lichaam dingetjes wilde nee, onderzoeken? Nee, helemaal niet. Wel in dieren. Ja, in dieren? Ja, ik wou heel graag dierenarts worden. Maar goed, die opleiding kon hier niet. Dus ben ik na mijn VWO-opleiding, heb ik me dan ingeschreven op de medische faculteit. Mm-hmm. En je was dus op je 18-jarige leeftijd al op de medische faculteit, ja. Heb ik begrepen. Ja. Dus hoe heb je dat eigenlijk gedaan? Want op 18 jaar weten we nog niet eens in welke klas we zitten en jij was al op de ja, MBA. Ik wist eigenlijk al vanaf MULO dat ik iets in medisch zou doen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld onder andere dierenarts. Kom je vanuit een medische achtergrond, je ouders? Nee, helemaal niet. Oké, dus jij bent gewoon een uitschieter? Ja, helemaal niet. Dus ik zou dus eerst dierengeneeskunde doen, maar goed, dat kon hier niet. En dan moest ik naar het buitenland en dat kost heel wat organisatie. Mm-hmm. Dus in de tussentijd ben ik maar dan de beste optie. Dus de beste optie hier in Suriname is dan de medische faculteit. En eigenlijk zou ik nog naar het buitenland gaan. Maar toen vond ik die opleiding zo leuk dat ik dacht... Oké, okay, en wat gebeurde er op de medische faculteit? Wat voor studie deed je dan? Gaat op een richting of je wordt huisarts? What? Ja, dus bij onze medische faculteit hier in Suriname word je eigenlijk basisarts, mm-hmm. Huisarts. En als je al eenmaal zo ver bent, dan kan je kiezen om verder te specialiseren. En dus je wordt primair huisarts / basisarts. Oké, okay, en jij koos voor het worden van uroloog. Ja. Nou Raya, wat doet een uroloog precies? Uroloog is een specialisme of een specialist die zich bezighoudt met afwijkingen aan de nieren, urinewegen, de blaas, de prostaat en ook het mannelijke geslachtsdeel. En dan heb ik het met name over afwijkingen wat geopereerd kunnen worden. Bijvoorbeeld nierstenen, niertumoren, blaasstenen, blaastumoren, prostaattumoren, etc. Oké, okay, maar ik hoor je ook praten over prostaat en dat soort dingen. Dus wat about de vrouw dan? Gaat het overwegend over mannen bij een uroloog komen? Het zijn ook wel meer mannen die hier komen, maar vrouwen hebben ook nieren en een blaas. Dus die komen dan ook terecht bij een uroloog als ze problemen hebben daarbij. Oké, okay.
En hoe geschiedde het onderzoek? Want ja, je denkt gelijk aan van, bijvoorbeeld, ik weet vroeger dan waren er gezondheidsvideo's waarbij je zag dat ze met een soort camera via het geslachtsdeel naar binnen dringen. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is nog steeds zo. Maar natuurlijk krijgt niet iedereen zo'n onderzoek die hier binnenloopt. Er zijn indicaties om zo'n onderzoek te doen. Bijvoorbeeld als iemand bloed plaatst, die mensen die vaak infecties of ontstekingen krijgen, dan moet je inderdaad met zo'n camera via de plasbuis in de blaas kijken. Dat noemen we cystoscopie. Okay. Tegenwoordig hebben we bij mannen zo'n flexibele scope, dus die camera maakt bochten. Dus vroeger was het starre scope en kan je voorstellen, dat doet veel pijn bij een man, want de plasbuis bij een man is veel langer dan bij een vrouw. Mm-hmm. Bij een vrouw kijken we nog steeds met die lange stijve camera's en bij de man met een flexibele scope. En onlangs hebben jullie, ik weet nog niet precies wat het was, onder jou of jij de trekker was, dat er een onderzoek succesvol is afgelopen over nieren. Oh ja, we hebben samen met mijn collega, dokter Ramsoek, hebben een nier weggehaald met een kijkoperatie. Een nier? Wat moet ik me daaronder voorstellen? Het is een zieke nier eigenlijk, want alleen zieke nieren worden verwijderd. En bijvoorbeeld, het was een nier die niet werkt en vaak infecties geeft. Of een niertumor, dat moet dan weg, operatief. En dat hebben we dus met sleutelgatsneetjes kunnen vrijmaken en weghalen. Sleutelgatsneetjes, ja. Wat is dat? Hele kleine openingen. Daar gaan dus, trokkaars in, zo noemen we dat. En door die trokkaars kun je dus instrumenten in de buik krijgen. Mm-hmm. En dan kan je dus die nier vrijmaken. Okay. Van de bloedvaten en alle omringende organen. En dat was dus de eerste keer in Suriname? Ja, hier wel. Omdat een nier die heeft hele grote bloedvaten. En het zit vast aan een heleboel organen. Aan de milt, bijvoorbeeld aan de darmen. En dat kan je niet makkelijk vrij prepareren. Dus het is voor het eerst gebeurd hier. Het is toch een beetje complexer dan bijvoorbeeld een galblaas verwijderen. Okay, ja, want toen ik het ook las. En wat is dan... Jouw vakgebied is eigenlijk wat je al uitlegt, de nieren en noem maar op. Wat is dan eigenlijk de reden dat er steeds meer nierafwijkingen bij mensen plaatsvindt en dat ze overgaan tot dialyse en zo? Ja, dus dat probeer ik net uit te leggen. Uroloog houdt zich bezig met afwijkingen van de nieren die wij eigenlijk operatief kunnen oplossen. Mm-hmm. En dat van nierfunctiestoornissen met uiteindelijk dialyse, dat komt terecht bij de nefroloog. Dat is weer een andere specialist. Maar is het want soms hoor je mij zeggen, ja, door nierstenen dat zeker. Soort dingen. Zeker, nierstenen zijn een van de oorzaken waarom je dus nierfunctiestoornissen kan krijgen. Want als je stenen hebt, kunnen stenen verstoppingen geven van nieren en daardoor kan je nier niet meer goed werken. Als zo'n verstopping lang bestaat, dan werkt zo'n nier niet meer. Okay, we hebben natuurlijk wel twee nieren, dus met die andere nier kan je eigenlijk normaal doorgaan. Maar moet je voorstellen, als je twee zieke nieren hebt, dan gaat je nierfunctie achteruit. En dan kan je uiteindelijk inderdaad dialysebehoeftig worden. Oké, iemand die beginnende is met een ontsteking of een blaasontsteking, waaraan ontdekt de persoon het? Eerst begint met klachten, dus pijn in de onderbuik, vaak plassen of bloed in de plas. Mm-hmm. Dat is meestal de eerste symptomen. En als het echt lang duurt of ernstig is, kan je ook zelfs koorts krijgen. Okay, dus dat is acuut. Dat weet je gelijk, je hebt ja, een ontsteking. Ja, dan weet je dus dat een blaasontsteking is. Je bent nu al een jaar operationeel in Suriname, poly-AZP. Wat is eigenlijk jouw ervaring met patiënten? Wat krijg je het meest? Wat zijn eigenlijk de veel voorkomende klachten of zaken die zich voordoen? Ja, dagelijks ben ik eigenlijk bezig met nierstenen. Er zijn toch veel mensen die nierstenen hebben hier zo. En hoe komt dat? Ja, ik denk dat het toch een beetje ligt aan onze klimaat. Het is hier veel warmer en misschien drinken we ook weinig. En misschien ligt het ook een beetje aan onze voeding, maar dat wil ik niet hardop zeggen, want dat is niet onderzocht. Mm-hmm. En misschien ook ergens een genetische aanleg om stenen te maken. Okay, dus het zijn toch nierstenen, patiënten met nierstenen? Ja, en verder als tweede zou ik zeggen prostaatvergroting, plasklachten als gevolg van prostaatvergroting. En hoe geschiet dat? Alleen mannen hebben een prostaat. Ja. En we zien dus dat de prostaat groter wordt als mannen ouder worden. En als de prostaat groter wordt, dan krijg je ook plasproblemen.
Dus dat ze dan vaak moeten plassen. De straal is minder. Mm-hmm. En dan kun je ook infecties krijgen, blaasontstekingen. En dan wordt ze vaak verwezen door de huisdokter. Dus je zou bijna zeggen van lekker fascinerend, jouw dagelijkse taken. Ja, het is uitdagend. Ik vind het heel erg leuk. Je vindt het heel erg leuk. Wat vind je het leukste? Ik ben zo lang weg geweest. Mm-hmm. Ik vind het sowieso leuk om weer thuis te zijn. Yeah. Dus dat ik elke dag gewoon in mijn eigen land naar mijn eigen werk kan. Mm-hmm. Dus dat is een van de pluspunten die ik elke ochtend heb of elke dus, dag. Dus we krijgen geen Noorse dokter raamdienst morgens? Nee, ik ben altijd, bijna altijd happy. Oké, dus niet dat de patiënt binnenkomt en denkt van, ja, ik moet weer een dokter raamdienst? Ik hoop het niet. Nee, ik denk het niet. Oké, goed, Raya, je zit nu in het ACP. Je hebt nu zeker een bagage vol aan ervaring en dat je een jaar echt de furore hebt gemaakt. Want een nier verwijderen, dat is dus tot nu toe een hoogtepunt voor ook de medische wetenschap van Suriname. Wat is jouw overall scope van de huidige zaken die zich voordoen? Wat zou jij willen meegeven aan, eigenlijk kan je zeggen, de meeste mensen van ons zijn eigenlijk hypertensie en diabetici en daar volgt de rest. En nu heb jij een bredere scope, vooral meer aandoeningen zijn ook een van de grote zaken die zich voordoen. Wat is eigenlijk, als jij zou zeggen van luister, dit is acuut wat gedaan moet worden. Wat is dat? Wel ja, ik denk dat we te veel junkfood eten. Ongezond eten, weinig groenten en weinig bewegen. Zo. Ik zou ook zeggen stoppen met roken. Stoppen met en drinken? Of is... Is alcoholgebruik nog een beetje vaag? Ik denk dat het dat ze zeggen volgens de literatuur dat je nog 1 of 2 glaasjes per dag mag, dat dat nog gezond is. Maar ik denk dat roken wel heel schadelijk is voor de gezondheid. Okay. Dus roken zou... Nou goed, Raya, je bent jong. Uroloog. Zo jong ben ik ook weer niet. Nee, maar we gaan niet vragen hoe jong je bent, want ze is getrouwd, Panchu. Ze heeft 2 mooie meisjes, dus we gaan verder niet erop in hoe jong je bent, want hoe ouder de wijn, hoe lekkerder. Zo is het. Dus ik heb eigenlijk al verteld hoe dat jij een gezin hebt. Hoe heb je dat eigenlijk gecombineerd? Want midden in jouw studie, niet midden in je studie, mijn onderzoek heeft uitgewezen, tijdens je opleiding trouwde je? Ja. Aan het begin van mijn opleiding ben ik getrouwd. En gedurende je specialisatie word je moeder? Ja. Dus hoe heb je dat gecombineerd? Ik weet niet, op een of andere manier is het gelukt. Maar ik denk dat een belangrijke rol ook je omgeving is. Dus met name mijn partner, dat is mijn man. Hij helpt dan ook veel met de huishouden, met het kind. Dus dan is het wel mogelijk. Okay. En ik denk ook je omgeving. Als zij veel kunnen opvangen, dan kan jij gewoon door. Oké, en wat was jouw drijfveer om te zeggen van, ik ga terug naar Suriname en ik ga daar helpen opbouwen? Ik denk, de belangrijkste drijfveer is dat mijn familie hier woont. En ik wil graag dat ze ook goede gezondheidszorg hebben. En ook natuurlijk behalve familie ook kennissen en vrienden. Maar ook Surinamers, dat is van waar ik kom. Mm-hmm. Dus dat was mijn grootste drijfveer om terug te komen. Om iets te doen hier van mijn land en om... een bijdrage te leveren aan een betere gezondheidszorg hier zo. Oké, aan een betere gezondheidszorg. De klachten alom zijn bekend. Dan zijn enkele DNA-leden met een initiatief gekomen om te zeggen van dat er eigenlijk adequaat gewerkt moet worden aan de wachttijden. Bijvoorbeeld, als ik 7 uur hier aanmeld, ben ik 2 uur nog op de bank zittende. Geldt dat ook bij dokter Ramdien? Ja, dus kijk, ik doe mijn best om gewoon echt vlot door te werken. Maar inderdaad, ik denk dat er een tekort is aan specialisten. Dat staat ook al onbekend. En dat creëert ook wachttijden waarschijnlijk. Maar is er collectief nooit aan gedacht van als we iemand om 7 uur laten aanmelden? Dat we maar dat is ook zo eigenlijk. Want je krijgt ook een tijdstip op je kaart. Mm. Maar inderdaad, wat ook gebeurt is, we hebben een spreekuur met afspraken. Maar daartussendoor komen ook spoedpatiënten. Mm-hmm. En die worden ook gewoon geregistreerd. Dus waar jij bijvoorbeeld een afspraak hebt om 11 uur. Als er andere spoedjes voor jou, dan komen die ook gewoon voor jou of na jou. Dus die hele tijdsindeling raakt in de war. En natuurlijk zijn wij ook on-call voor de afdelingen. Dus als er iemand, als het niet goed gaat op de afdeling of als we een spoedpatiënt hebben op de OK,
dan moet je de poli ook even achterlaten en dat eerst gaan Is dat dan doen. Altijd de reden dat mensen zoveel uren... Nee, ik weet niet wat er op de andere poliklinieken gebeurt, dus ik... Oké, okay, ja, veilig gesteld. Ik kan niet praten over mijn poli. Jazeker, nee, ja. Maar het is altijd... Suriname staat volgens mij in de wereld bekend van de wachttijden. En het gaat niet alleen om dat het AZP daaraan kunt werken. Ik denk als je als Surinamer een oplossing hebt, nou, kom er mee op. En misschien is dat verholpen dat mensen niet zoveel uren hier zitten. Goed, Raya, we weten wat je doet. Maar waar wil je naartoe met je vakgebied? Nou, ik denk dat we... Wat ik zei, we laatst recent een nier weggehaald. Dus ik denk dat de volgende stap moet zijn. Dat we de meeste nieren zo moeten gaan weghalen. Mm-hmm. En niet middels een grote snee ingreep. Maar daarop in te haken, is er een nazorg? Want dat is ook al onbekend dat in Suriname wel je de behandeling krijgt. Maar de nazorg blijft uit. Nu is dit de eerste keer een nier wordt verwijderd. De persoon kan op één nier verder leven. Hoe is de begeleiding of met de nazorg? Bedoel je polyklinische controles? Ja, ik denk dat... Dus die patiënt, zo'n patiënt blijft dan onder controle bij ons. Want die andere nier die moet je steeds in de gaten houden of dat goed blijft functioneren. Oké. Dus en er is wel een vervolgtraject of een follow-up, noemen we dat. Oké, Raya, we weten eigenlijk al wat je allemaal doet. Je bent al een jaar operationeel. We weten ook eigenlijk wat je het meest op de poli krijgt en hoe je dat behandelt en wat je eigenlijk ook... aan awareness meegeeft. Maar waar wil jij naartoe met de urologie? Nou, ik wil dat onze afdeling urologie steeds komt met nieuwe ontwikkelingen en dat we een goede patiëntenzorg leveren voor de Surinaamse bevolking. En met onze hele team, dat is wat ik... Waar gaat jouw gedachte naar als je zegt van met ontwikkelingen op de urologie, wat moet ik me voorstellen? Ja, bijvoorbeeld die nier die we met de kijkoperatie hebben weggehaald, maar dat we dat dus dan ook verder, dat een vervolg behandeld, dus dat de standaardbehandeling wordt bijvoorbeeld. Mm. Maar ook wat je zei, wachttijden, dat veel minder is, dat patiënten ook wat sneller geholpen kunnen worden. Mm-hmm. Oké, niertransplantatie, is dat van de nefroloog of is dat ook de uroloog? Nee, dat doet een transplantatiechirurg. Dat komt meer op bord van een chirurg. Mm-hmm. Maar daar komen ook wel wat urologische issues bij kijken. Dus het is altijd een samenwerking. Maar de niertransplantaties worden gedaan door een chirurg. Nou goed, Raya, je hebt mooie plannen. Jong, dynamisch en zeker ook nog ontwikkelend voor... Niet alleen jouw patiënten, maar voor geheel Suriname. En omdat wij vandaag op de poli bij jou mochten zijn en jij zoveel ingang hebt gegeven en toegang tot informatie, willen we namens onze sponsoren jou ook een beetje in de watten leggen, zodat je altijd aan ons kan denken. En ik wil even vragen voor assistentie, dan kan ik de cadeautjes overhandigen. Nou Raya, ik zei het al, namens onze sponsoren mogen we je een beetje in de watten leggen. Ik denk na een drukke poliedag en als je weer naar huis gaat, heb je twee schattige kindertjes en Prabhat Panchu, die zanger van formaat is thuis, die ook nog voor je zingt, zodat je tot rust komt, neem ik aan. En als je dus in bed gaat liggen, heb je zeker een kussentje nodig om je nek goed tot rust te brengen voor de volgende ochtend. Dus namens RD, Graphics en Science mogen we je zo een... gepersonaliseerde kussencadeau maken. Dat is leuk, dankjewel. En misschien zien we nog een foto, want Raya is Facebookster, dus misschien zien we nog een foto zien van haar. En namens Fairy Cake mogen we jou ook wat zoetigheid. Je zei healthy lifestyle, maar soms heb je cheat days. Inderdaad. Dus geniet ervan. Dankjewel. Nou goed, we hebben het gehad. Ik zei het al, je zingt ook. En ik heb gehoord dat je jarenlang niet hebt kunnen zingen wegens jouw beroep, dat een meer prioriteit genoot. Maar als je een zanger in huis hebt, dan blijf je een beetje koren, een beetje... Nee, niet echt. Niet echt? Dus er is geen cohesie? Helemaal niet. Nee. Prabhat zingt alleen of... Hij zingt alleen. Wat zingt hij het meest voor jou? Hij zingt eigenlijk de laatste tijd ook niet meer. Oh, oké. Is niet zo spannend meer? Nee. En wat gaan we doen? Ga jij voor ons zingen? Nee. Dokter Ramdien wil niet zingen, ze denkt van nee, anders ga ik morgen op de poli verkeerde dingen doen. Dus we gaan er het besparen. Het gaat vals gaan. Nee, maar privéfeestjes moet u zeker bijwonen waar Raya is. En daar zingt ze het voor u. Nou Raya, heel veel succes met hetgeen dat je doet. En natuurlijk ook nog in zo'n
vaart die je hebt in het leven, had je de keuze om andere dingen te kiezen in Nederland bijvoorbeeld, daar te blijven, sneller op te bouwen, et cetera. We weten allemaal dat het hier iets trager gaat dan het buitenland en je koos er toch voor. Dus bedankt om er terug te zijn. Yes, graag gedaan. En we gaan zeker kijken dat bepaalde zaken die niet goed gaan, dat Raya Ramdin ook daarachter gaat staan om het goed te laten gaan. Nou, waar ik mijn bijdrage kan leveren, zal ik zeker, daar zal ik zeker zijn. Oké, tot slot. Heb jij een boodschap voor vooral het vakgebied waar jij mee bezig bent, dat de mensen kunnen voorkomen? Drini Drissi Waktisiki. Nou, wat ik al eerder zei, is een healthy lifestyle. Hè? Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat is niet alleen voor de urologie, voor een urologische ziekte belangrijk. Bijvoorbeeld ook voor hoge bloeddruk, suikerziekte, et cetera. Dus gezond eten en sporten. Gezond eten en sporten. Kort, krachtig, bot. Yes. Doe je dat, dan leef je gezond als Raya Ramdin die niet wilt zingen. Nou goed, Raya, bedankt om er in het programma te zijn. En zeker ook heel veel succes met jouw carrière. Yes. En al het andere dat je daarnaast doet. Graag gedaan. Jij ook bedankt. Graag gedaan. Nou, dat was dokter-uroloog Raya Ramdin. En alles over urologie en wat zij dagelijks doet, heeft zij verteld. Hoe dat allemaal aan toe gaat. Voorkomen is altijd beter dan genezen. Ze zei het al, healthy lifestyle en sporten. En als je vindt van het iets is niet goed, nou, kom naar dokter Ramdin en laat je onderzoeken. Zeker ook bedankt voor het hebben willen kijken naar deze episode van Een Kijkje In. Wij werden gesponsord door De Finas Enterprises, GSAF Auto Parts, Smart Connections, Cake Ferry en RD Graphics and Science waren onze sponsoren van vandaag. Vergeet niet dat je ook kunt subscriben op onze YouTube-channel om alle afleveringen te bekijken, vooral van dokter Ramdin, want misschien wil je keer op keer gaan luisteren naar wat eigenlijk goed voor u is. Dus dat blijven doen, blijf ons volgen op alle social media, onze contactgegevens staan en daar wilt u ons bereiken, doet u dat gewoon. Achter de camera hebben gestaan Brian Imanbaks en Ashna Changur. Ik zat ervoor, mijn naam is Fishman Bieren en ik wil u bedanken om te zijn. Zeker ook nog directie en personeel van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, bedankt voor de gelegenheid ons geboden om hier te mogen zijn. Dit was het voor Een Kijkje In.